Er ligt een ansgekaat op de deurmat. Een dood normale ansgekaat. Met een verkreukeld hoekje bij de postzegel. Een dikke stempel erop. Vreemd. Eén kaart per week was de afspraak. Dit is al de tweede. Terwijl ik naar mijn sporttas graai, blijf ik naar de kaart staren. Ik kniel en pak hem op. Alles goed met mij. Hoop dat jullie ook. Hoop met jullie ook. Liefst Nina. B.S. Doe de groeten aan mama. Waarom heeft Nina. Doe de groeten aan mama geschreven? Hoe komt ze erbij dat ik de groeten aan mama kan doen? Een onbehagelijk gevoel nestelt zich in mijn maag. We hebben mama al jaren niet gesproken. Is dit een flauwe grap of is ze de weg kwijt in de war? Zoiets schrijven voor de grap. Onmogelijk. Nina zou zoiets toch nooit doen.